Ik heb weer één losse gehaakt erbovenop en dan ga je het werk keren. Daarna doe je 6 vasten. 1, 2, 3, 4, 5, en dat is nummer 6. Wat je nu gaat doen, je gaat 16 stokjes samen haken. Dus 1, en dat is 2, en die haak je samen. Dat doe je 16 keer, 16 stokjes. 1, 2, en dat is nummer 4, 5 en 6, en die haak je weer samen. Dat doe je 16 keer. En daarna heb je nog 5 vasten te haken. Dan kom je als het goed is gewoon hier weer uit. Dus je gaat nu door 16 stokjes samen haken en 5 vasten. Dan zie ik jullie hier weer. Ik ben weer bij het einde aangekomen wat je nu hebt gedaan. Je hebt 6 vasten gehaakt, 16 stokjes samen en hierna 5 vasten. Je doet weer een losse en je keert het werk. Daarna doe je 4 vasten. 1, 2, 3 en nummer 4. En dan doe je 12 stokjes samen. 1, 2 en samen, 3, 4 en samen. Dat doe je 12 keer en dan hou je nog 3 vasten hier over. Als je daar bent, kom ik bij je terug. Dus nu 12 stokjes samen en 3 vasten. Zie jullie zo terug. Ik ben weer bij het einde aangekomen en ik ga weer een losse haken. Ik ga mijn werk draaien en vervolgens ga ik 2 vasten haken. 1, 2 en wat je nu gaat doen, je gaat nu 10 stokjes samen haken. 1, 2 en samen. 1, 2 en samen. Dat is nummer 4. Dat doe je dus 10 keer en dan hou je als het goed is 2 vasten hierover aan de andere kant. Dus ik heb nog 4 gedaan. En je gaat nu nog 6 stokjes samen haken, totaal dus 10. En dan haal je hier nog 2 vasten over. En dan zie ik jullie hier weer bij het eind. Daar ben ik weer. Ik ben nu weer bij het einde gekomen, heb 2 vasten gedaan. Ik doe weer een half stokje. En ik keer mijn werk. In principe ga je nu alle vasten en stokjes bij elkaar haken. Dus wat ga je doen? Doorhalen, alle stokjes en vasten ga je doorhalen, lus door, even kijken hoor, en de laatste vaste ga ik ook 1 doorheen halen. Wat ik nu ga doen, oh, wacht even, daar heb ik het niet goed opgehaald. Doe het even overnieuw.
Ik ga ze in één keer bij elkaar haken. Dus ik trek gewoon de lus erdoor. Dat ze mooi dicht zijn. En dan doe ik er een losse op. En ik knip gewoon de draad af. Voor de zekerheid sluit ik hem nog even af met één steek. Dit is het snuitje van Sean. Ik zou zeggen, veel succes ermee.